Wat heeft verzekeren met arbodienstverlening te maken? Veel, heel veel. Maar wie betaalt bijvoorbeeld de loonkosten bij ziekte? Of de interventievergoedingen? De psycholoog, de fysiotherapeut, om maar een paar voorbeelden te noemen. Dat zal de werkgever wel zijn. En dat kost natuurlijk veel geld. Dat kost inderdaad veel geld. Bij wat je kunt verzekeren, moet je onderscheid maken tussen twee soorten verzekeringen. De zorgverzekering en de inkomensverzekering. De zorgverzekering is het collectief wat je werknemers kunt aanbieden om een betere prijs te krijgen voor de fysiotherapeut, de basisverzekering zoals iedereen die kent. De andere is de inkomensverzekering. Dat is de zogenaamde verzuimverzekering. Hierbij moet je goed opletten of de inkomensverzekering niet te duur is of je niet te veel verzekert. Maar je zult ook goed moeten opletten of er een bijdrage in staat van bijvoorbeeld een interventievergoeding. En dat betekent dus een bijdrage van de verzekeraar bij de terugkeer van werk van een zieke werknemer. Forse investering. Dat is zeker een forse investering. Je kunt ervoor kiezen om meer eigen risico te nemen. Je kunt ervoor kiezen om de dekking die je krijgt bij uitkering te verlagen. Grotere bedrijven bijvoorbeeld nemen het eigen risico en eigen beheer, eigen risicodragerschap. Maar in alle gevallen heb je een actieve arbodienst nodig die je helpt met het reduceren van kosten. Schadelastbeperking. Schadelastbeperking? Ja, schadelastbeperking. Reduceren van kosten van verzuim. Daar zorg ik voor. Dus wat heeft verzekeren nu met arbodienstverlening te maken? Veel, heel veel. Want hoe lager de kosten van verzuim, dus hoe beter de schadelastbeperking, des te lager de premie van de verzuimverzekering. Dus? MKBasics, het werk gaat door.